God ze net uitleggen, zat hier aan de zijkant. Ik stoot Klaas wat aan met een stoot. Ik blok aan de binnenkant op hetzelfde moment dat ik mijn elleboog hier naar binnen schiet. Het mooiste is wanneer je dat doet, is niet wanneer je zeg maar 1, 2 doet. Dan krijg je staan. Bam, is dat je dat bijna de blok en de elleboog bijna tegelijkertijd kan doen. Het kan bijvoorbeeld ook als je echt zo'n stoot over kan pakken. 1, dat je hem naar je toe haalt en daarna inzet, dan valt hij zelf ook nog een keer in dat punt. Maar wil je het gewoon snel doen, bam, wordt eigenlijk instappen en één keer binnen. Dus jezelf uitzetten. Je staat hier van, bam, en één keer hierin zetten. Oefen je dit met elkaar en wil je dus voorkomen dat je elkaar heel veel pijn doet, dan oefen je dat dan met de achterkant van je onderarm, van je bovenarm te slaan. Dus als ik hier gewoon een hele bovenarm gebruik, bam, dat kan niet best hebben. Je raakt dan dat punt dermate breed, zeg maar, je zet niet echt alleen maar dat punt aan te vallen. Dan zet je alleen dat punt aan je vallen, dan ga je dus heel erg de punt van je elleboog gebruiken. En als je dan slaat, 1, bam, ik zorg precies die punt van mijn elleboog, en het liefst dan natuurlijk ook heel mooi op, precies op de pressure point terecht komt, bam, dan voelt hij het heel erg. Ga dat niet bij elkaar doen, om te kijken, hey, hoe hard kan ik nou eigenlijk zorgen dat hij het raakt, maar dat je eigenlijk gewoon reageert, bam, en erin zit. Dus hij gaat aan, bam, en erin zit. Oefen dus wel over links, als over rechts. Bam.